Dit is de weekendeditie van Spakenburg Nu. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Testpilot. Nieuw schilderij museum. Het dorp in. Het zal u zeker niet ontgaan zijn. In ons dorp is een grootschalige pilot bezig. Oftewel een proef met grootschalig testen. Veel mensen lieten zich al testen, maar er kan nog veel meer bij. Wij bezochten de locatie Emanuelkerk, waar we met Joop Blok, manager testen GGD regio Utrecht, hebben gesproken over de voortgang van de proef. Joop Blok, manager testen van de GGD. Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het met de pilot? Nou, op zich zijn we goed van start gegaan. We konden 8 februari los met de pilot. Alles stond klaar, de testlocaties waren ingericht. Alleen, de aantallen moet ik u zeggen, die vallen toch wel iets tegen. We hadden ingeschat zo'n 2000 in de eerste week, zo'n 2000 testen per dag te kunnen doen op de verschillende locaties. En als ik nu kijk waar we nu staan na een week, dan hebben we totaal een kleine 5000 testen. Dus we zitten wel, lopen wel achter op ons schema. En we zouden eigenlijk veel liever hebben dat er veel drukker zou zijn op onze testlocaties hier in Bunschoten. Nou, waarom is het zo belangrijk, deze pilot? Want ik hoor mensen zeggen van, ja, ze komen een beetje met mosterd na de maaltijd, want we hebben geen hoge besmettingen meer. Waarom is het zo belangrijk? Eigenlijk willen we met deze pilot 2 dingen bereiken. Als we laten testen vrijwillig, zonder klachten, willen we kijken of we eerder het virus zouden kunnen opsporen, op het moment dat dat aanwezig is. En dat kunnen we doen door mensen te laten testen zonder klachten. En dan kan het zijn dat daar al een signaal uitkomt dat je toch een besmetting hebt opgelopen. Dus het is echt testen en traceren van het virus. En daarnaast is het belangrijk, van als de mensen dan positief getest worden, hoe gaat het dan met de quarantaine en de isolatie? En daar proberen we ook goed zicht op te krijgen. Hoe gaan mensen daarmee om en kunnen we daarin helpen? En nu is er 1,5 week voorbij. Wat zijn de bevindingen? Nou, wat ik al zei, testen blijft toch iets achter op de prognose. We hadden gehoopt dat we toch wat meer belangstelling zouden hebben voor het testen. En ik snap het wel, we hebben te maken met sneeuw, we hebben te maken gehad met code rood. Een mooie week ook met schaatsen. Fantastisch weer om buiten te zijn. Dus ik snap dat, dat die aanloop, de omstandigheden waren in die zin wat minder gunstig. Maar we zouden graag zien dat er nog veel meer getest wordt om juist te kijken van, gaat dat helpen? Want dit zijn een pilot ten opzichte van een pilot die we ook in Rotterdam doen en een pilot die in Dronten draait. Dat zijn 3 pilots die vanuit het ministerie worden ondersteund. En eigenlijk is het ministerie de opdrachtgever om te kijken kunnen we het grootschalig testen nog veel breder uitrollen over Nederland. Nou, mijn vraag was eigenlijk meer bedoeld van zijn er al mensen getraceerd die geen klachten hadden en toch positief waren? Ja, die zijn er. We hebben mensen inmiddels kunnen traceren die toch een positieve uitslag hebben. Terwijl ze inderdaad zonder klachten hier op locatie kwamen. En het advies daarbij is dat we mensen oproepen om gelijk weer een hertest te doen. En dat is heel belangrijk. Mensen hebben misschien een beetje schroom om naar de testlocatie te komen. In de angst dat ze positieve uitslag krijgen. Wat wij nu vragen in deze pilot, maak alsjeblieft direct weer een nieuwe afspraak. Laat je opnieuw testen. En dan kunnen we heel goed zien of het een opkomende nieuwe virus is. Dus een nieuwe besmetting, of dat het nog resten zijn van een oudere besmetting. Nee. Dat kunnen we zien doordat je snel een nieuwe test laat doen. Dus het kan zijn dat je net nog besmettelijk bent of positief, volgende dag is het over? Nou, wat we dan kunnen zien is het verschil in waardes. En als die waarde dan de volgende dag lager is als de dag ervoor, dan is het dus een aflopende besmetting, kun je zeggen. Dan is de besmetting eigenlijk achter de rug. Loopt die waarde op, dan heb je eigenlijk nog een actuele besmetting. En dan kan het zijn dat je in quarantaine moet. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk, want dit is een dorp van ondernemers ook, hè? Ja. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat men daar niet op zit te wachten. Wat merkt u daarvan? Nou ja, vandaar, ik merk dat en wij horen dat ook. En vandaar dat we zeggen, laat je alsjeblieft hertesten. Dus ga niet gelijk in quarantaine, dat hoeft ook niet. Maar laat je direct hertesten, zodat we kunnen zien, heb je daadwerkelijk een besmettingsrisico voor een ander. Want dat is natuurlijk wel wat we met testen doen. Het gaat erom dat we die risico's indammen.
En dat we die besmettingen indammen. Dus ja. Dat is natuurlijk wel de grootste doelstelling die we hebben. Precies. Met testen überhaupt in onze regio. Ja, we moeten er gewoon vanaf met z'n allen. We moeten er met z'n allen vanaf. Een hardnekkig advies wat ik nog steeds hoor dat gegeven wordt is... u moet in quarantaine blijven tot u de uitslag heeft. Ook al heb je geen klachten. Ja, en dat is niet juist. Nee. Wij proberen ook al onze medewerkers steeds in de briefing 's morgens mee te geven... je hoeft niet in quarantaine als je hier komt laten testen zonder klachten. Ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je hier komt met klachten... dan geldt het zoals elke Nederlander op alle andere locaties dat je in quarantaine moet, totdat je de uitslag hebt. Maar heb je geen klachten, hoef je niet in quarantaine, mag je gewoon aan het werk. Je mag gewoon de dingen gaan doen die je normaal ook zou doen. Dan bent u een beetje teleurgesteld, dat merk ik. We hebben nog weken te gaan. Daarom. Hebben we nog acties te verwachten? Ja, er is een heel communicatietraject en we gaan wederom nieuwe acties doen. Eigenlijk is het een doorlopende acties. Er zijn ambassadeurs, er is een heel protocol... En natuurlijk, ik ben niet teleurgesteld, maar ja, dat mag, hè. Ik ben ambitieus, dus ik wil graag dat de mensen komen. Maar we hebben inderdaad nog 5 weken te gaan. Dus laten we de nieuwe energie pakken en zeggen van... nou, we gaan de komende 5 weken zien we dat het cijfer gaat stijgen... van het aantal mensen wat onze testlocaties komt bezoeken. Nou ben ik zelf meteen getest, gelukkig negatief. Is het dan mooi. De bedoeling dat je nog een keertje gaat, ook al heb je niks anders te voelen... Ja, wij vragen eigenlijk de mensen van laat je meerdere keren testen, ook als je geen klachten hebt. Sterker nog, we proberen zelfs, en dat mag ook gewoon, aan de voorkant meerdere afspraken te maken. Als de mensen dat willen en zeggen van nou, ik wil wel goed meedoen aan de pilot, ik wil er meerdere keren laten testen. Nou, dan maken wij zelfs meerdere afspraken in 1 keer, zodat je ook maar 1 keer hoeft te bellen en 1 keer staan dan de afspraken in de agenda. En dat is ook weer om te kijken van kunnen we eerder signaleren dat je iets onder de leden hebt. En dat is gewoon voor het grotere doel, namelijk hoe zit dat met het in de tang krijgen van de besmettingen en het virus. Ja, de eerste keer bellen, dat duurde een beetje lang. Gaat dat nu? Ja, dat gaat nu veel beter. We hadden ook wel last van wat storingen, ook door de code rood weer. U moest zich voorstellen dat er allerlei herplanningsgesprekken moesten plaatsvinden, omdat mensen niet meer en niet zich konden laten testen en de vactinatie liep natuurlijk ook in het gevaar, in het rood. Dus we zijn nu echt aan het opschalen en de wachttijden zijn er eigenlijk nu niet. En we hebben ook een escalatieplan als weer gebeurt dat onze ICT tegenhoudt, dat we escaleren naar een andere methode, zodat we gewoon die afspraken kunnen blijven maken. Dat is mooi om te weten. Wat zou u tegen de mensen willen zeggen? U mag ze oproepen. Kom alsjeblieft naar de testraad. Ga ons helpen in deze pilot. Het dient u om te kijken van heeft u niet een besmetting onder de leden terwijl u nog geen klachten heeft. Maar het gaat ook om het grote geheel. Het toch in de tang krijgen van het virus. Daar doen we het voor. We moeten af van de corona. En we moeten dat met elkaar doen. Anders gaan we het niet redden. En hoe gaat u dat nou precies doen? En wat verwacht u van de mensen? Nou, wij zijn nu een goede week op pad. En wat je merkt is dat er toch hier en daar mensen zijn die vraagtekens hebben. Ik merk het ook al in uw vraagstelling. Vraagtekens hebben over de pilot. En wat wel goed gaat en wat minder goed gaat. En wat ik nu vanochtend heb ingebracht is laten we de mensen bij elkaar roepen. Ook mensen gewoon uit Bunschoten, Spakenburg. Mensen vanuit de testlocatie. Mensen die daaromheen hebben gestaan bij de voorbereiding. En laten we eens kijken of we al die signalen die er nu zijn, of we daar iets mee kunnen. En dat we nog het project wat meer kansen kunnen geven. En als mensen zelf denken van ik zou wel eens even met iemand van de GGD willen praten, want ik denk dat zus of zo. Kan alsjeblieft, ja. Bel. En u kunt bellen naar het algemene nummer, wat we in het leven hebben geroepen, het 0800 nummer, waar je ook de afspraak kan maken, waar je informatie kan krijgen. Maar bel dat ook op het moment dat je een goede tip hebt, dingen hoort in de samenleving, in de gemeenschap, waarvan je denkt van ja, dat is zonde dat dat een eigen weg gaat leiden. Laat het ons weten en dan kunnen wij kijken of we daarop kunnen schakelen. Want met z'n allen moeten we er een succes van maken. Nou, wat ik ook nog hoor, en dan komt er nog eentje. Voor kinderen is een andere test, maar die duurt zo lang. Nou, dat is in deze test die we hier doen niet zo. Dat is de mondspoelkit, Daarin laten we kinderen spoelen met water, gedestilleerd water. Kan geen kwaad, is gewoon water. En dat wordt opgevangen en daaruit wordt de analyse gedaan. En dat is eigenlijk net zo snel als een normale test. Dus dat gaat heel snel. En dat zijn we hier in feite aan het uitproberen. Zowel in de kerk kan dat als in de sporthal. En in de sporthal zijn we ook aan het valideren. En valideren, dat betekent dat we gaan kijken of die test voldoende is, even goed als de PCR-test. Dus als we daar ook de goede resultaten krijgen.
De burgemeester spreekt u nog even toe over het belang van allemaal gaan testen. Beste mensen, lieve inwoners van Bunschoten, Spakenburg, Eendijk en Zevenhuizen. In heel Nederland is de afspraak, als je klachten hebt, laat je testen. In 3 gemeentes, waaronder de onze, hebben we allemaal het voorrecht om ons de komende weken zo vaak te laten testen als we zelf willen. En ik wil aan u vragen om dat te doen. 1 keer liefst, als het kan, meerdere keren. Maar het is wel echt goed om gewoon allemaal als Bunschotens naar de teststraat te gaan. En dat kleine stukje te doen. En dat doet u voor 3 mensen. U doet het voor uzelf. U doet het voor uw naaste. En u doet het voor elke Nederlander. Laat u het zien dat Bunschoten een dorp is, dat wij een gemeenschap zijn die er is voor elkaar en ook een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van dit virus. Hartelijk dank. Ondanks het feit dat Museum Spakenburg al maandenlang gesloten is, werd er onlangs toch een leuk schilderij geschonken. Directeur Arie ter Beek wilde ons toch wel ontvangen in het museum om het schilderij te bewonderen. Arie ter Beek, we zitten in het museum, maar het is wel dicht, hè? Het museum is dicht, al veel te lang. Het is eigenlijk vanaf de herfstvakantie dat we heel weinig geopend zijn. We zijn daarna nog een paar zaterdagen open geweest, totdat het echt niet meer mocht. En die zaterdagen, er kwamen eigenlijk te weinig mensen om open te blijven. Maar goed, je wil het dan, maar het was eigenlijk niet verantwoord. Dus het is eigenlijk al een jaar heel slecht. Of is er ook een mooi stukje tussen geweest dat het wel druk was? Ja, dat, tot onze eigen verbazing was het derde kwartaal. Dus zeg maar van begin juli tot eind september. Dat het zeker net zo goed was als vorig jaar. Kijk, ook qua omzet. Terwijl er toch geen grote evenementen waren. Dus dat heeft ons wel verbaasd. Ja, misschien juist niet. Want geen evenementen, een museumtje pikken is dan heerlijk. Ja. He? Ja, dus dat zou eigenlijk de conclusie rechtvaardigen dat je geen grote evenementen hoeft te hebben. Nou ja, daar heb ik geen mening over, nee. Maar die conclusie zou je kunnen trekken. Zou je kunnen trekken. Of je kunt zeggen, mensen hebben behoefte aan een uitje. Ja, ja. En dat was natuurlijk zo. En je hebt het zelf gezien op het op en rond de Spuiplein dat het van de zomer gewoon hartstikke druk was. Ja. En daar hebben wij dan natuurlijk ook wel voordeel van. We hadden wel minder horeca. Maar we hadden natuurlijk minder tafeltjes en er stonden terrasjes langs de haven. En dat is natuurlijk veel mooier dan bij ons, dat is logisch. Ja, logisch. Maar bezoekers, dat is goed gegaan. Nu gaan we even naar het schilderij, want jullie hebben een prachtig schilderij geschonken gekregen. Ja. Wie schenkt er nou een schilderij? Want ik zou denken, zo'n mooi schilderij, dat geef ik aan mijn dochter of wat dan ook. Hoe gaat dat? Ja, wat zich vooraf afspeelt, dat weet ik natuurlijk niet in de hoofden van de mensen. Maar deze persoon die sprak ik vorig jaar augustus al. En die zei, ik heb nou een mooi schilderij, dat lijkt me wat voor jullie. Ik zei, nou ja, als het van het dorp is, dan lijkt me dat ook wel. Nou, ik kom morgen wel even. Maar goed, morgen, dat werd begin februari of zo. Maar dat maakt dan niet uit. Op een gegeven moment stond hij ineens voor de deur met dit schilderij. En dat was natuurlijk voor ons ook een verrassing wat het was. Dat had hij niet verteld. Maar dat het dan zo'n mooie rokerij is, die al 50 jaar verdwenen is. En dat dat dan aan het museum geschonken wordt, daar ben je natuurlijk wel heel blij mee. Vertel eens wat over die situatie, want ik zie een woonhuis en ik zie een rokerij. Nou, het zit gewoon aan elkaar geplakt. Hoe werkte dat? Ja, dit is natuurlijk een stukje Spakenburg dat ruim in de jaren 1960 gebruikelijk was. Dat alles op elkaar stond. Dat de rokerij op een meter of anderhalve meter afstand van woningen stonden. En dat iedereen dat blijkbaar gewoon normaal vond. Ja, als er een winkeltje naast je is, maar een rokerij. Ja. De geur, het is heerlijk. Alleen je hele lichaam ruikt ernaar. Ja, niet in je lichaam, je hele woning ruikt ernaar, denk ik. Ja, je bed, en goed, als het dan je eigen business is, is het nou weer een ander verhaal. Want dan is het van jezelf. Maar als je ernaast woont en je bent gewoon arbeider hier of daar of weet ik wat. En je zit ernaast, dat is niet prettig. En je hangt je wasje op. Ja, dan kun je aan het ophangen blijven, denk ik. Ja, en aan het wassen, ja.
bijzondere situatie. Ja. Nou, zo'n situatie kennen we dus gewoon helemaal niet meer. Nee. Wonen en werken, dat gaat gewoon niet meer samen, tenminste als het zo'n geurig iets is. Nee. Even naar Klaas Swaan. Hij schilderde bijzondere schilderijen. Ja. Maar hij is bijna 100 jaar geleden geboren. Dat is volgend jaar. Jullie gaan er iets leuks van maken. Vertel eens. Ja, de plannen zijn nog in een pril stadium. Maar we hebben al een poosje de gedachte van 2022. Dan is het 100 jaar geleden dat hij is geboren. En we hebben natuurlijk in onze collectie een enorme sortering aan schilderijen en tekeningen enzovoorts van Klaas Swaan. En daar kun je niet altijd wat mee doen, maar 2022 is dan natuurlijk wel een mogelijkheid om er wat aandacht aan te gaan schenken. En dan zou corona toch wel eens weg zijn. Ja, laten we dat hopen. Ja. Maar hoe moeten mensen daaraan meewerken? Stel dat mensen leuke schilderijen hebben. Wij willen in ieder geval proberen een zo breed mogelijke verzameling van zijn werken te krijgen. En dan hoef je natuurlijk niet alle schilderijen zelf te hebben. Maar als we daar een foto van krijgen, dan heb je in ieder geval een beeld van wat er allemaal is en wat hij gemaakt heeft. Want van zijn latere tijd, zeg maar vanaf 1980 ongeveer, heeft hij het zelf wel altijd aardig laten fotograferen. Maar daarvoor eigenlijk niet. En daarvoor is natuurlijk voor ons historisch gezien het meest interessant. Ja, want er zijn plekjes die gewoon echt weg zijn al jarenlang. Ja, want dat was zijn gewoonte natuurlijk. Als hij wist dat er ergens iets gesloopt ging worden, dan ging hij daar langs en maakte hij een foto en later een schilderij. En mensen die daar dan hadden gewoond, die vonden dat natuurlijk wel heel mooi. Dat ze een schilderijtje hadden van waar ze gewoond of gewerkt hadden. En die kostte dat schilderij. En ja, dat is dan nu 50, 60 jaar geleden. Die mensen die dat toen kochten of die daar toen woonden, ja, die zijn inmiddels niet meer onder ons. En dat schilderij is dan in de familie gebleven meestal. Maar op een gegeven moment staat het zo ver van ze af dat ze denken van ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En dan past het niet in het interieur. En dan hoop ik dat ze aan museum Spaakburg denken. Ja, want jullie worden daar blij van. Ja, en zeker. De mensen die komen kijken, waar kunnen ze terecht? Hoe moeten ze dat doen? Telefoontje, e-mail? Ja, ze kunnen altijd bellen of mailen. Ja, bellen is op dit moment niet zo aan te bevelen. Wij moeten natuurlijk ook gewoon thuis werken. We zijn er wel op een paar dagen. Maar mailen kan altijd. Gewoon naar info@museumspakenburg.nl of naar... als ze foto's van schilderijen hebben naar info@monumentenbunschoten.nl. En dat laatste is dan van het Centrum voor Erfgoed en Cultuur. En die zal een beetje de coördinatie op zich nemen van dat Klaas Swaan jaar. Is dit schilderij wat we nu al een beetje bekeken hebben ook digitaal te zien voor mensen die hier niet terecht kunnen nu? We hebben het op onze eigen Facebook pagina gezet. Dus dat is op die pagina te zien. En daar staan natuurlijk wel meer schilderijen op. En het is een beetje afwachten wat voor reacties er komen en wat we ermee kunnen gaan doen. Maar goed, het is dit jaar het jaar van verzamelen en volgend jaar willen we dat dan meer ontsluiten. Maar we hebben toch gisteren al een drietal reacties gehad. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Leuk. Ik dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Toen kwam er plotseling nog een interessant schilderij tevoorschijn. Arie, ineens had je een prachtig idee en kwam je met dit leuke schilderij aan. Ja. En ik weet dit nog. Dat is 1961 en er was iets bijzonders aan de hand. Vertel. Ja, we zien het hier op het schilderij in de Vette, dat daar een zandlichaam ligt. En dat is dus de dijk rond Zuidelijk Flevoland in aanleg. Daar zijn eigenlijk geen foto's van bekend. Dus blijkbaar was niemand hier in het dorp zo verstandig om daar foto's van te nemen. Maar gelukkig was Klaas Swaan wel zo slim om te zeggen van dat ga ik vastleggen voor het nageslacht. En we zien daar dan zandzuigers en andere schepen. Dreglijns die op de dijk bezig zijn met het verzetten van grond. En wat ook mooi is, is dat zwarte dikkie, zoals we dat noemen, op de voorgrond. Zwarte dikkie, dat kennen we tegenwoordig... eigenlijk niet meer als het zwarte dikkie, we zeggen altijd bij het kleine zeetje. Maar dit was het dus begin jaren 1960 met een mooi hekje eroverheen.
een schilderachtig hekje van een paar oude palen, een paar oude planken en een stukje draad. En dat sprak Klaas Vaal natuurlijk in het bijzonder aan. Nou denk ik meteen, hè, daar die kantel wordt het zo smal. Hoe jammer is dat? Ja. Waarom hebben ze het zo smal als een riviertje gemaakt? Ja, ja, er was natuurlijk in die tijd nog weinig recreatievaart. En men dacht van, als het maar los ligt van het vasteland, want bij de Noord-Oostpolder was dat iets verkeerd gegaan. Als het maar los ligt, dan is het goed voor de waterstanden en de grondwaterstanden op het oude land. En ja, wat moet je met water? Land was in die tijd nog meer in zwang natuurlijk, want daar kon je graan en dat soort dingen op verbouwen. Maar het was natuurlijk een kleine moeite geweest om hem aan de kant van Lelystad een kilometertje verder neer te leggen. En dan hadden we hier ook wat meer water gehad. Maar dat is niet gebeurd. Het is niet anders, Arie, nee. Maar het is een prachtig schilderij. Ik dank je wel. Ja. Pascal en Jamai gingen natuurlijk weer het dorp in. Nu niet naar het ijs, want dat is inmiddels totaal verdwenen. En de situatie is in 1 week wel heel erg veranderd. Ja, vandaag hebben we de sneeuw ingeruild voor een regenachtig dorp. Maar dat mag de pret niet drukken, want vandaag gaan we weer voor jullie het dorp in met een nieuwe vraag. Want ja, overal mag je tegenwoordig weer afhalen sinds kort. Bij winkels en alles, en drogisterijen. Maar we gaan even kijken of die Spakenburgers daar ook echt gebruik van maken. Kunnen we jullie een vraagje stellen? Oh. Kijk, dit is nou het leven van een journalist. Iedereen loopt voor je weg. Echt mevrouw, komt u lekker wat afhalen in het dorp vandaag? Nee, ik kom gewoon boodschappen doen. Gewoon boodschappen doen. Ja. Want u hebt misschien ook wel meegekregen, ik kan tegenwoordig weer afhalen bij winkels. Dat geloof ik, ja. Maar wat vindt u daar nou van? Ja, ik gebruik er niet zoveel van hoor. Dat is niet zo, maar wel een goed idee, toch? Ja, maar ik vind het wel een goed idee, maar toch gebruikt u het niet. Nee, wat houdt u dan tegen? Nee, ik bestel dan gewoon online. Ja, dan laat u het liever lekker aan de deur bezorgen. Ja? Maar heeft u niet dat u even lekker, als u kleren koopt, even ergens wil aanproberen of iets? Ja, maar aanproberen moet je gewoon naar binnen gaan. Dat heeft geen zin om dan op te gaan halen, toch? Nee, oké, dus u bestelt gewoon lekker online. Ik ga nu naar de Turkse winkel wat eten halen en dan ga ik aan de Poolse winkel wat allemaal eten halen. Dus een multicultureel dagje, om het zo te zeggen. Dat is ook een uitje. Dus alle culturen weer in huis aan het halen. Ja, dan voel je weer dat je vakantie bent. Ja, ja, dat, als je niet op vakantie kan, dan moet dat maar zo natuurlijk. Dat moet je toch zo doen, ja. Goeiedag meneer. Staat u in de rij voor deze winkel? Nee. Of kom je wat afhalen hier? Ja. Want sinds kort mag dat allemaal weer wat afhalen, maar ja, vind je dat wat? Nee, eigenlijk niet. Wat dan? Ga jij liever even lekker zelf wat uitzoeken in de winkel? Ja, 100%. En wat heb je dan voor moois besteld hier? Een nieuwe telefoon. Een nieuwe telefoon? En wat voor mooie nieuwe telefoon? S21. S21, ja. Vind je het dan niet jammer dan... dat je dan niet even lekker kan voelen, lekker kan testen of denk je van ik had hem sowieso al gekocht? Ja, sowieso wel. Want heb je hem nog wel ergens kunnen testen of is het echt... of kan dat niet? Dus eigenlijk is het gewoon een wilde gok. Ja. Oké, okay, nou hopelijk er veel plezier van. Ja, dankjewel. Ja, je kan dus overal afhalen zo te zien. Beetje zo. Ja, zo meteen. Willen jullie misschien lekker een kopje koffie? Nou, zouden we eerst een vraagje mogen stellen? Ah, ja, natuurlijk. We hebben nu mooi aangebeld, want ja, wat vinden jullie van het afhalen? Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij dat die mogelijkheid er is. Want we gingen het hele dorp door om te bezorgen. En dit is wel wat makkelijker. Ja, we popelen natuurlijk dat de deuren weer wijd open mogen. En dat de mensen weer gewoon naar binnen mogen komen. Ja, en hoe pakken jullie dat dan aan? Want zitten er een team klaar in de winkel? Ja, wij zitten de hele dag klaar. We hebben een hele goede webshop, dat scheelt. Mm-hmm. Dus de hele dag door komen de bestellingen binnen en die zijn we aan het klaarmaken. Mm-hmm. Nou, zouden we misschien leuk een rondleidingje langs de post een beetje kunnen krijgen? Ja, dat we een beetje een beeld natuurlijk. Kunnen. Natuurlijk, ja. Er moet iets van een mondkapje op of zo? Of, heb je een mondkapje bij je? Het is wel op beeld, hè? Dus ik heb hem bij me. Ja, jij? Ik heb hem ook. Ja, dat is wel leuk voor het shot. Dan laten we een beetje... zien wat er allemaal is.
Ja, oké. Okay. Kijken of ze nog komt. Dus even kijken. Nou, laten we zien. Hoe werkt het hier precies met de afvalregeling? Nou, kom eventjes verder. Nou, hier staat een grote computer en hier komen dus alle bestellingen op binnen. Hey. Op www.lufspakenburg.nl. Ja, ja. En die draait ze dus uit. We leggen het klaar op de grond. Het andere team begint het in te pakken. Mm-hmm. En als het dan klaar is... Kom verder. Ja. Nou, dan staan hier staan de pakketten klaar. Die gaan straks bezorgd worden in het dorp. Ja. Hier staan de pakketten klaar. Die gaan allemaal naar de Reedshop. Mm-hmm. Door Nederland bezorgd te worden. En hier staan de pakketten die straks hier opkomen halen. Dat is een hele onderneming nog. Zeker weten. Dat is echt een hele andere vorm van winkel zijn. Maar wel mooi opgelost op zich. Zeker weten. Het heeft even een paar weken geduurd voordat je daar je ritme in krijgt. Maar we hebben daar nu wel ons ritme in. Maar we worden het ook wel zat. Mm-hmm. Want we verlangen er gewoon zo naar om weer gewoon lekker luf te zijn. Ja. Maar je zei net... Hoe heet dat, bestellingen door het hele land? Ja. Waar moeten we dan aan denken? Provincie of echt... Echt door heel Nederland. Alle hoeken van het land. Zelfs België. Zo, en hoe kom je er zo ver eigenlijk? Ja, we zijn echt best wel een community geworden door heel Nederland. We zitten natuurlijk ook in het midden van het land. We merkten dat ook al de laatste tijd, hoor. Dat er ook heel veel mensen uit heel Nederland gewoon naar onze winkel toe kwamen. Gewoon om lekker te shoppen. Mm. En nu, ze weten ons te vinden. Dus okay. Ja, helemaal leuk. Een mooi in ieder geval dat zo opgelost is allemaal. Ja, zeg dat wel. Het ziet er strak uit. Ja, het is nog een beetje een rommetje. Want we hebben wel van de nood een deugd gemaakt. We hebben de stenenwinkel en de webshop samengevoegd. Mm-hmm. Dus dat was een hele onderneming. En daar zijn we bijna klaar mee. Ja. En dan is de webshop en Luf, dat is gewoon één, zeg maar. Oké, dus, ja. Maar jullie komen dus de coronatijd wel door, als ik het zo zie. Ja, maar ze hebben werk genoeg. Nou, ja. Dat is hier gewoon mooi om te horen. Dankjewel. Dat de lokale ondernemer het toch nog een beetje maakt in deze tijd. Ja, zeker. Ja, al blijft het natuurlijk moeilijk. Hè. Het is niet dat je zegt van, oh wauw. Nee, het is een noodoplossing. We zijn blij met alles en heel dankbaar. Mevrouw, heeft u lekker wat afgehaald vandaag? Ik ben de eigenaresse. De eigenaresse? Dus ik ga. Nee, ik heb geen zin hierin. Zo, ja, maar weer. Ja. Een vraagje, joh. Dat is toch leuk? Wat wil je vragen? Nou, gewoon hoe het gaat met afhalen in deze tijd. Dat vragen we een beetje af. Ja, heel veel doen het via de webshop, gelukkig. Ja, maar wat, dat houdt u, welk bedrijf heeft u toevallig? La Palm. Ja. En moet u veel bezorgen in de... Even de kranten erdoor, ja. Maar heeft u nog veel mensen die afkomen halen in deze coronatijd? Niet zo heel veel. Niet zo veel? Nee. Dus eigenlijk gaan de zaken erop achteruit. Ja. Maar hoe zie jij de toekomst dan in van La Palm? Nou, dat ze gauw open moeten en anders op afspraak. Maar heeft u het water aan de lippen staan in de winkel? Of denkt u van, ik zing het nog wel even uit tot aan het eind van de crisis? Moet niet heel lang duren. Nee, want de cijfers staan er niet slecht uit. Nee, het gaat wel achteruit, ja. Maar... Ik red het nog wel, hoor. Goedemiddag, heren. Zijn jullie lekker wat aan het afhalen in het dorp vandaag? Wat zegt u? Ik ga jullie niet verstaan, meneer. Zijn jullie lekker wat aan het afhalen in het dorp? Nee, wij halen niks af. Wij hebben vrouwen die halen alles voor ons af. Oh, dus jij... Wij gaan gewoon een eindje wandelen. En je laat de vrouwen het werk doen. Wat zegt u? En je laat de vrouwen lekker het werk doen. Ik dacht dat dus zijn, maar ze horen het ook, toch? Ouderwets. Ja. En wat voor zender moet ik kijken? Op de welbekende Los. De Los, ja. Ik heb er wel eens mee gedaan. Ja, ja. U bent een kijker? Nou, ik kijk regelmatig naar de Los, ja. Absoluut. Ja, ze zetten die wij hier kunnen drukken. En waar we staan kunnen. Want SBS en RTLZ, die kunnen ze... Of RTL, die is goed. Maar RTL en SBS, die kunnen ze mee zo weghalen. Dus er gaat eigenlijk niks boven de Los. En iemand even van een ander toewezen, dan hoort niet meer bij. Dus voor de pure televisie kijkt u lekker naar de Los? Ja, gewoon naar de Los, ouderwets, maar geen SBS en geen RTL. Dus eigenlijk zegt u tegen RTLZ, dat vind ik wel leuk, want dan komen er zo'n dingetje over, dat vind ik interesse net verder, dat weet je wel, financiële zo. Mm-hmm. Maar ja, de zenders houden gewoon. Dus u zegt eigenlijk, uw favoriete zender is de Los? Is de Los, nou. Natuurlijk, ja.
Laat horen wat er gaat. Ga ik wakker aan het seppie. En dan had ik DB Utrecht. Is er, of DB was hier in Bunselspaal. A few minutes later. Ik ben een fan van Maarten Rossum. Die man heeft het besuggeleerd. Hier staat een oude koekenbakkers van de hele televisie bij elkaar. 20 minutes later. Nou, mijn grootmoeder was Sophie Johanna Kelderman. Dat was de dochter van de Ook de Molenaar. Oh. 2 hours later. Gelderland, onder de Hertog van Gelderland, weet je wel, een stukje Duitsland. Maar Nijkerk is een van de oudste steden van Nederland, hè? Nou, dankjewel. Ja, doe je dienst en ja. Nee hoor, alles gaat erin. Alles gaat erin. Nou, dit was alweer de 9e aflevering van het dorp in. Nou ja, we hebben een mooi kijkje gehad bij Luf. En we hebben verder toch gezien dat er hier en daar wat mensen afhalen. Maar vandaag was de opkomst niet al te hoog. Kan ook door het weer komen natuurlijk. Maar in ieder geval, het lijkt hier en daar wel een beetje te werken. Dus ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot volgende week bij het dorp in. Dit was Spakenburg Nu. Zondag kunt u, als altijd, 6 keer kijken naar Los op zondag. Een programma met christelijke liederen. Maandag uit de oude doos, waarin een klederdracht en boerenoptocht te zien zal zijn. Dinsdag weer een vrij item. En woensdag zijn wij er alweer met Spakenburg Nu. Nog een heel mooi weekend. En tja, het geldt nog steeds. Zorg goed voor uzelf en voor de mensen om u heen.